Meekijk Smackkanaal, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Minecraft UAC. En dames en heren, deze serie is eigenlijk best wel niet lullig bedoeld, maar een beetje irritant om op te nemen. Want, kijk, we hebben best wel een lekkere baaien. Maar het is een beetje irritant omdat ik moet heel lang een opname doen en heel lang achter elkaar praten, echt een uur of zo. Dus dat is een beetje irritant, maar hey, ik heb het er wel over, want ik vind UAC hartstikke leuk te doen. En ook om op te nemen, hopelijk binnen we. Oké, we zitten in een NL-team, volgens mij. NL. Binnen. Volgens mij nam hij ook op voor YouTube, dus dat komt helemaal goed. Dan weet hij, hoop ik, een beetje ook wat hij wel en niet moet zeggen als je YouTube binnen. Wat? Wat doet? Wat? Ik ben gewoon je teammaat. Niet doet. No AFK. Inderdaad. Geen AFK. Want als iemand AFK is, dan hebben we een probleem. Oh, kijk, daar hebben we kippen en sugarcane. Allemaal heel handig, natuurlijk. De kippen al helemaal, maar de sugarcane ook. Niet onderschatten altijd. Oké, we killen die kippen gewoon. Hoppakee, geef me jullie... Oh, look at the booty, girl. Oh my god, look at the booty. Yeah. Oké. Die hebben we gekild. Oké. Okay. Boom, boom, boom. Geef me de sugarcane. Hé, hey, weg, mijn sugarcane. Now I'm 45 seconds from wedding. Oh mijn god, ik kan nu al zingen. Als ik kan zingen, dan betekent dat dat ik niet meer iets weet te zeggen. Oh, jij pakt al de sugarcane. Oké. Jij pakt al de sugarcane? Oké. Gaan we het zo spelen? Oké. Dan ga ik wel weg van mijn team, oké? Ja, zo ben ik gewoon hoor. Zo'n persoon ben ik wel. Oké. Laat gewoon even de hout. Gewoon even genoeg hebben. Zodat we zeker weten genoeg. Maar ja, nu hebben we wel genoeg voor de hele game, denk ik. Ik weet niet hoe ver gekomen, maar... Ik kan er vanuit van wel, om eerlijk te zijn. Search tempel. Nee, we gaan niet voor een tempel zoeken, man. Ga dan maar gewoon de cave in en zo. What the fuck, man. En als je een tempel vindt, is die meestal ook al geloot. Ik kan echt niet voor die tempel zoeken. Oh, kijk, schapen. Sick, man. Ik bedoel, stel voor, we krijgen een nieuwe furnace op tijd. Wat ik niet denk, maar... Dan hebben we nog Oh, mijn god, er is een hele gang daar zo, joh. Oh, die kan me niet aanvallen. Die kan me sowieso niet aanvallen. Dat is een hele gang. Die gaan me gewoon in elkaar slaan. Die gooien me gewoon van de cliff af. Oh mijn god, uit de tempel gevonden. Nee, met die schapen ga ik echt niet fokken hoor. Kijk dan hoe ze daar staan. Ze zijn echt bruut, die schapen. Oh mijn god. Oh, baby girl, check the booty. Yeah. Come on, go schaap. Go schaap. Go sheep. Go sheep. Check the booty, girl. Oké, genoeg check the booty and stuff. We hebben nu al genoeg booty praatjes gehad. Hebben jullie dat niet? Van, als je zo'n lekker sappige booty vindt. Zo'n lekker kontje. Oh man. Gewoon, wil je hem slaan en dan doe je het niet. En dan doe je het wel. En dan wordt iedereen boos op je. En dan lijkt je net alsof je zo'n vies iemand bent. Yeah, zo fijn. Nee, grapje. Nooit op iemand kont slaan als diegene dat niet wilt. Nooit doen. Ik heb er ervaring mee. 9 gold en die, ha? Oh mijn god. Oh mijn god, hé. Oh, wow. What the fuck, man. Dat is OP. Sick. Oh, de bones. Ook goed. Oké. Hier wil ik wel even torches voor. Hier wil ik torches voor hebben. Oké. Je kan sowieso... Oh, godverdamme. Iemand is hier een scheet gelaten. Echt waar. Het stinkt hier. Gast. Waarschijnlijk mijn hond. Oké. Boom. Oké, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit, maar ook heel eng. Ik heb het gevoel dat hier een mob zit. Als hier een skeleton zit, ben ik fucked, jongen. Oh, wow, dit is echt heel slecht eigenlijk. Maar het is wel mooi op zich. Het is wel mooi. Weet je wat? Laten we even een furnace maken. Laten we gewoon even een furnace maken terwijl we hier zitten. Want dan moet ook gebeuren. Oké. We hebben nu 6 stone. 6 voor mij moet je 8 hebben. Ja, je moet er 8 hebben. Doe gewoon lekker zo. Hoppakee. En boom. Furnace en dan gaan we even eten opwarmen. Zo. Koren en hoppakee. Oké, dan dit is even aan het opwarmen. Oh, eigenlijk ook beter. Ik kan eigenlijk beter de kip doen. De kip die kan je niet rauw eten. Ja, kan wel, maar is niet zo slim. En dit wel. Dus ja. Oké. Hopelijk heeft iemand ladder. Het zal wel ziek zijn, man. Als iemand dat had. Wat meer kool, waarom niet? Ik bedoel, torches en zo. Als we een diepe cave in komen, hebben we tenminste genoeg. Iedereen is held, ook even Funny Boys, die is laag. Kunnen jullie ook even kijken als je het goed wil zien? Doe dan even pauze. Dan kan je even goed kijken wat ik aan 3, 2, 1, weg doen. Oké. Ik hoop dat jullie even gekeken hebben voor julliezelf.
Maar ik ga er zelf ook nog heel vaak kijken hoor, dus geen zorgen. Oké, we laten het gewoon daar staan, want ik moet niet te veel tijd verdoen. Oké. Oeh, daar gaan we niet heen. Daar kunnen best wel eens mobs spannen. Daar gaan we sowieso niet heen. Oké. We gaan gewoon door om te zoeken, want we moeten eigenlijk gewoon naar cave. Oké, dit ziet er goed uit. Dit ziet er best goed uit. Oké, nee, niet. Zo'n klein donker gebiedje. Dat wil je niet. Oké. Oeh, ik denk dat hier misschien wel iets zit. Misschien een cheeky cave. Nee. Poep. Niet fijn. Oké. Ons teammaat die gaat een beetje de foute kant op. Want die zit de hele tijd. Onze teammaat is een beetje held aan het verliezen. Want ja, dat gaat niet zo goed met die kerel. Die is een beetje held aan het verliezen, ja. Daar ben ik niet blij mee. Hopelijk overleeft hij het wel de eerste aflevering. Oké, even kijken hoor. Oké, dit kan naar een mooie cave leiden. Het kan. Ja, droog. Heel droog, ja. Heel droog. Echt een droge zak volgens mij. Oh, kijk. Iron. Sick. Eindelijk. Hadden we nodig. Dus 3. Dat is een kleine veen. Hele kleine. Maar ja, wat verwacht je ook van zo'n veen? Ik bedoel, het zit niet in een cave. Oh mijn god. Oké. Ik zag Iron. Oh, oké, dit is heel gevaarlijk wat we nu doen. Dood riders at home. Oké, ziek veel iron. Ziek. Hopelijk kunnen we hier full setje uithalen. Oh mijn god, nice. Sick. Oké. Laten we lekker alles opslurpen. Alles opslurpen van die iron. Want we willen natuurlijk ook een anvil als het kan. Altijd fijn een anvil. Oh wauw, we hebben hier wel heel veel iron. Ja, je kan nooit genoeg hebben in UAC, geloof me, dames en heren. En als je genoeg hebt, maak je toch lekker een iron golem, joh. Ik bedoel, je kan gewoon niet genoeg hebben. Oké, we hebben nu 20. Ik hoop dat we genoeg hebben voor een set. Ik hoop het heel erg, maar... Oké, volgens mij is het dan een skeleton. Nee, niet. Oké, dat is mooi. Ik dacht als we een skeleton zagen, jongen. Zo. Oké, hier zit lekker veel. Ik ben altijd een beetje kijken of er geen mop aankomt. No iron. Oeh, dat is kut voor jou, jongen. Maar ik heb het zelf allemaal nodig. Ik wil die anvil maken. Oké, boom. Laten we eerst verlichten voordat we doorlopen heel erg. Oké, hier zit niks. Mooi. We wonen niet bang te zijn dat hier wordt gespand. Crafting table. Die nemen we nu voortaan mee, deze. Deze mogen we even weg. Zo. En dan gaan we... Iron maken. Dit is gewoon een skill in Hypixel. Ik denk dat de meeste van jullie die Hypixel spelen en USC erop wel weten wat dit is. Dus ik denk niet dat ik het hoef uit te leggen. Maar ja, als je niet weet, ik kan het gewoon kopen in de shop. Gewoon even lezen en zo. En dan komt het wel goed. Zo. Oh, kutzooi. Ik heb 2 helmen gemaakt. Oh, fuck mijn lijf. Oh, man. Ik schaam me nu kapot. Oh, mijn god. Ik schaam me nu zo hard, hè. Ik heb extra helm. Ik heb een extra helm. Fuck my life. Dit was niet nodig, die extra helm. Ik kon daar gewoon even... Nu moet ik nog steeds eindsmarten. Kom nu, nee. Kom jij naar mij. Ik ben... in goede... Oké, okay. Ja, dag. Nou, ik kom niet naar jou, hoor. Fuck it, man. Ja, dag. Ik kom niet naar jou. Ik bedoel, jij wilt iets. Jij komt maar lekker naar mij. Ja, ik kan er echt boos om worden. Sorry, hoor. Jij komt maar lekker naar mij toe. Rot op. Vind ik echt arrogant van die kerel. Ja, rot op. Zometeen ga ik een lava bucketen. Ik ga dat gewoon doen. Ik ga dat gewoon echt doen, hoor. Ik vind het niet kunnen. Ik bedoel, hij wilt iets van mij. En dan moet ik naar hem toe komen. Zo werkt het niet. Als jij iets op Marktplaats koopt... Dan kom je toch ook naar iemand anders toe om te halen. What the fuck, man. Wat is dit allemaal? Oh mijn god. Oh mijn god. De kaaaaaa. Oh. Baby girl. What the fuck, man. Oh my god. What the fuck is dit, man. Rot alsjeblieft op. Rot alsjeblieft op. Rot op. Ga. Gast, what the fuck. Wat is dit, joh.
vijand volgt me. Jeze man, wat de kippensoep, hè. Ja, 30 seconden, ik ben rip. Ik ben serieus rip. Ik ben serieus rip. Ik ben rip. Hoezo nou weer? What the fuck, man? Deze kerel, joh. Wil je vechten? Wil je echt vechten met me? Ik own je hart, jongen. Kutkind. Rot, jong. Hoe heet die? X-Eda. Kijk of hij veel held heeft. Waarschijnlijk wel. Oké, gewoon even doorrennen. Gewoon even doorrennen. Hij mag niet eerst dit hebben. Pak hem. Ja, pak hem. Ik heb geen eigen sword, joh, lul. Oké, zal ik gaan? Zal ik hem pakken? Zal ik hem pakken? You wanna go? You wanna go, mate? You wanna go, mate? Oh, ik heb die hits, jongen. Ik heb die hits. De vormtje. Oeh, baby girl. Ik heb de kill niet. Heb hem. Baby girl. Let me smack the booty of yours. We krijgen ervan, jongen. Oeh, fuck my life. Nu fucken met mij. Oh my god, je hebt... Oh, look at the body. Oké, zijn hoofd ga ik eten, jongen. Die ga ik eten, sowieso. Ik eet zijn hoofd alvast. Ik heb het nodig. En de teammaat ook. Ah, fuck, ik ben niet vol. Nee, ja, tuurlijk wel. Gast. Jawel. Teammaat. Ander was ook... Fuck it, man. Rot op. Ik kan echt niet met hem samenwerken. Fuck my life. Ik kan echt niet met hem samenwerken, jong. Oké, dit ziet er goed uit. Oké, dames en heren, dat was even intens, jongen. Oh, dat was intens. Oké. Ik heb hier nog een full setje en zo. Had hij nog wat bijzonders. Niet heel erg op zich. Maar we hebben hem wel. We hebben hem down gekregen. Dus dat is super mooi. Vind ik zelf. Laten we voor die anvil gaan. Voor die cheeky anvil. Oké, maar eerst even natuurlijk een iron sword. Iron pickaxe. Kom nu. Nee, gast, ik blijf hier. Rot op. Je gaat me niet commanderen, jongen. Ja. Nee, ik blijf waar ik ben. Nee, ik ben in een goede cave. Hoe vaak moet ik dat nog zeggen, man? Oké. Dames en heren, dit is het einde van de eerste aflevering van Minecraft UAC. Nou, niet de eerste, maar van deze game. Vond je het nou leuk? Beloon hem dan alsjeblieft met een blauw duimpje en klik op abonneren. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer met een nieuwe UAC. En wie weet, is er dan nog meer PvP. We zullen het zien. Tot dan. Doei!